Mag je altijd aan God vragen of hij uh, bij je wil komen? Dat was een vraag die ik me stelde. Kun je tegen God zeggen. Soms in mijn gemeente wordt het wel eens gezongen: Heer, wees welkom. Zo van. Uh, kom binnen. Waar haal je de moed vandaan, denk ik wel eens. Ik vind het soms ook wel een beetje koddig klinken hoor. Zoiets op een verjaardag. en komen de mensen op de verjaardag binnen. En dan zeg je tegen degene die jarig is: U bent welkom. Maar goed, dat terzijde. Waar halen we de moed vandaan om te zeggen tegen God: Kom maar. Nou, waar halen we de moed vandaan? Omdat God zelf gezegd heeft: Dat mag je tegen hem zeggen. En ik kwam een Bijbeltekst tegen die, die dat letterlijk zegt. Het is uit Psalm 27. Daar staat dit. En kent u die tekst? Mijn hart. Zeg tegen u wat u zelf tegen me zegt: Zoek mijn aangezicht. Dus hier staat die dichter en die zegt tegen God: Ik zeg tegen u wat u mij geleerd hebt. U zegt altijd tegen mij: Zoek mijn aangezicht. En nou kom ik bij u en mensen zullen misschien denken: Waar haal je het lef vandaan? Dan zal ik tegen hen zeggen, maar ik zeg het ook tegen u. God heeft het zelf gezegd. Mijn hart zegt nog een keer tegen u wat u zelf hebt gezegd: zoek mijn aangezicht. Dat is mooi, hè, dat je zo bij God mag komen en dat je God mag herinneren aan zijn eigen woorden. Het is zoiets als een beroemde ster heb je in de wereld ontmoet en uh, die zegt van: kom je een keertje bij me langs? En dat je denkt van. Uh, zou dat wel mogen bij u langskomen? Nou, weet je wat, ik geef me je kaartje. En als je dan bij de receptie komt, dan laat je het gewoon zien. Zo is het ook in de omgang met God. Ja hoor. Je bent bij God welkom, je mag komen, heeft het namelijk zelf gezegd: Mijn hart zegt tegen u wat u zelf tegen mij hebt gezegd.